Ik moet gewoon weten of je ooit met me wilt trouwen of niet. Dat zijn dingen die je niet kan forceren. Ik dacht dat je slimmer was dan dat. Ik ben al heel mijn leven slim en nog altijd niet getrouwd. Misschien lukt het beter als ik dom ben. Ik wil een echte vrouw zijn voor jou. En een nieuwe moeder voor Nono. Weet je, nieuw is niet zo goed. Nee? Nee, je kan beter zeggen een echte moeder. Okay. En wat ook gebeurt, niet beginnen te huilen. Nee. Oké, okay, nou, we gaan verder. Ja. Ik wil een echte vrouw zijn voor jou. En een echte moeder voor Nono. Ik ben er gewoon nog niet klaar voor. Niet zo dramatisch. Als Nono terug is, dan wil ik een antwoord. En als jij nee zegt, dan spring ik gewoon op de trein en dan ga ik terug naar mijn moeder. En tot dan heb ik jou maar één ding te zeggen. Adieu. Hey. Is hij dood? Nee, hij is stabiel. Hij heeft een heleboel hechtingen, maar hij is niet dood. Het is namelijk zo'n geweldige man. En ook zo lief. Begrijp je? Ja. Dat begrijp ik, ja. Want ik ontmoet nooit leuke mannen. Nee, altijd alleen maar Eggerts. Ja, misschien dat de goeie gewoon niet voor mij bestemd is. Dat kan natuurlijk ook. Weet je, ik zie hier dagelijks mannen binnenkomen die er echt veel slechter aan toe zijn dan hij. En die komen er ook weer bovenop. Dus, echt waar. Nee. Dat was ook onze eerste date. Maar ja, hij zou me niet meer bellen, hè? Ja, weet me nooit. Nee. Dat jij dit doet voor de kinderen bij zijn. Klaasje was buiten. Ik wil niet dat jij zo je geld verdient. Jij doet waar jij goed in bent, dan doe ik waar ik goed in ben. Sien, ik wil dat jij kiest. Kiezen? Tussen niks en noppes? Dit is toch niet niks? Dit hier, met de kinderen. Is dat niks? En we houden toch van elkaar? Daar koop ik geen brood voor. Als jij er niet tegen kan wat ik hier doe, dan moet je maar gaan. Je hebt gesproken als een vriend, David. Daar wil ik je voor bedanken. Ik was geen vriend. We hebben nu zijn dagboek. En weet je wat hem overeind hield? Dat was Vera, de piano, Simbad. En dat was jij. En de laatste zin van zijn dagboek, weet je wat hij is? Het gaat over jou. Voor het eerst voelt het alsof ik een vriend heb. Hij heeft goede ideeën. Zoals net nog. Muziek is mijn antwoord op alles. Dat zei hij. Is dat waar? Is dat genoeg? En vanavond ga ik spelen met dat in mijn hoofd. David geeft hoop. Klinkt als een vriend.